Ik moest dit weekend signeren in het noorden van Nederland. Ik was in Sneek. Sneek. En toen kwam er een boze mevrouw op mij af, Johan. Dat was jouw schuld wederom. Was de vrouw van Klaas Oosterhof, ken je die? Ja, die ken ik heel goed. Ja. Klaas Oosterhof, de vroegere juwelier. En die was heel boos op jou, omdat jij had gezegd dat haar man naar het bordeel was gegaan en heel veel wijn had gedronken. Had je ergens geschreven in een stuk. Dus misschien dat je daar iets over kunt zeggen. Nee, ik kan het niet herinneren. Nee? Nee, zou ik dat soort dingen schrijven? Nee, ja, ik weet het niet, nee, maar ze zei... Nou, ik ben vroeger wel... Kijk, Klaas is heel ziek geweest, hè? Mm-hmm. Die is heel ziek geweest. Maar vroeger was Klaas multimiljonair. En dan kwamen we nog wel eens in een leuk sophuisje. Ja, dus klopt wel. Ja. Maar jij hebt het ook opgeschreven, kennelijk. Ah, dat vind ik smerig. Ja. Maar joh, wat zit ze nou te lullen? Dit is zijn eerste vrouw helemaal niet. Ja. Die was er toen helemaal nog niet. Nee? Nee, natuurlijk niet. Ze had echt de hekel aan. Die had dollartekens in de ogen. Die is achter die miljonair aangegaan, natuurlijk. En nu is alles op. Het is wel heel erg op. Maar Klaas was een geniale man. Ook een ontzettende aardige man. Ja. En is een vroegere linksbuiten, overigens, van Heerenveen in betaalde voetbal. Okay. Klaas Oosterhof. Ze vond je trouwens te links ook. Daarom had ze ook een hekel aan jou. Ze zei, hij is veel te links. Als ze mij te links vinden, dan weet ik niet wat zij stemt. Welk programma kijkt ze ik vroeg, wat stem jij dan? Zij is nou de andere kant. Maar ik begreep nog steeds niet wat ze stemde. Maar is hij wel gewoon links, zeker? Nee, ze was zo heel rechts. Ze vond dat jij een beetje soft werd. Die was te links. Dus... Nee, was een apart, was heel nou, boos. Die zullen we vanavond eens even goed beledigen dan. Ja. Nee. Maar goed, even voor de duidelijkheid. Klaas is nu wel of niet daar geweest dan? Nu begrijp ik het niet meer. Ah, kijk, wij zijn vroeger ondeugend geweest. Maar ik ben een beetje voorzichtig met dit soort verhalen en de gure kleuren vertellen. Heb ik wat ongename ervaringen mee opgedaan. Ja. Ze kwamen zelf mee, hè? Hè? Zij vertelde het aan mij. Ja, dan moest zij het op tv maar vertellen. En alles wat ze over mij vertellen van vroeger is waar. Hm. Ik denk dat Klaas nu thuis bij zichzelf denkt... oh mijn god, was helemaal nooit naar hem toegegaan. Want hij heeft dat alleen maar erger gemaakt. Ze zit nu heel hard tegen hem te schreeuwen. Ja, het is dus wel zo, lul! Dan ga je nu thuis. Nee, maar Klaas was een echte hoerenloper, joh. Nee, Klaas had hier en daar een vriendinnetje. Ook nog? Dat was ook nog bij. En daar ging hij ook nog... Nee, we waren altijd met z'n drieën. We hebben hier die gitarist Java. Ja. En die had een oudere broer. Ja. André Java. Die was er ook bij. En dat was een charmeur. Want Klaas en ik waren niet van die charmeurs, weet je wel. Nee. Wij zeggen, als Klaas zou binnenkomen, dan zeggen hij, hey, valt er nog wat te neuken. Maar André die ging dan een heel verhaal houden. Klaas heeft inmiddels een asbak door de televisie geflikkerd. De laatste keer dat ik Klaas tegenkwam, woonde die in Antwerpen. En ze zei dat jouw verhaal ook niet klopte, want Klaas drinkt geen rode wijn, maar bier. Hoe oud is ze? Ja, ik 60, 70. Klaas zelfs 81. Zij weet zelf helemaal niet dat Klaas allemaal uitgesproken heeft. Ja, heeft ze wel een relatie met Klaas eigenlijk? Ja, ze zijn al samen. Ja. Maar Klaas is nu weer oké met Johan. Die heeft hem vergeven. Ja, nou, daar vanavond weet ik niet. Maar... Heeft hij Klaas in de Boccaccio leren kennen? Maar zij was nog boos. Ja. Nee, ze zei, ik mag jou wel, maar Johan niet. Nee. Ik denk dat er een bewakertje bij kan vanavond in Gollo.